Het vorige raceweekend in Dijon was een treffen met gemengde gevoelens voor KRK Racing. Koen Wouters en Patrice Greus veroverden een vierde en een zevende plaats, terwijl Chris Wouters en Raf van Toor twee keer uitvielen. De racehonger van Chris is dan ook... Groot. Ja, in Dijon heb ik één bocht gereden in de race. Dus de racehonger is groot. Er zit voor het eerst een sequentiële versnellingsbak op de Vipers, een positieve evolutie. Ik denk vooral in de verhoudingen van de versnellingen zelf, omdat die bak veel korter is. Het is wel geen powershift bak of zo, dus we moeten altijd nog ontkoppelen, zowel bij het opgaan als bij het afschakelen. Dus puur in schakelen zelf win je niet zoveel tijd. Misschien een beetje, als je niet door die H-patroon moet, bijvoorbeeld van 2 naar 3 of zo. Maar het is vooral, denk ik, de watt is iets korter. En ik denk dat we daarmee misschien wel een half secondje per ronde winnen. Misschien wel meer, dat weet ik niet. We gaan dat niet voor pakken. Nee, voor de kickstand. En dat is eigenlijk de buitenkant van de wagen. Zo. En hier. Ja. Oké, Wout. 3, 2, 1. In het derde weekend van de Belgian GT worden niet twee races van 1 uur, maar 1 race over 2 uur afgewerkt. Met 2 verplichte pitstops voor een rijderswissel. Vandaar dat KRK nog eens extra oefent op de wissel der rijders. Een race dus over 120 minuten en dat is een goed format voor KRK. Ik denk dat wij misschien iets meer ervaring hebben in de 2 uur koers. Verleden jaar hebben we daar eigenlijk telkens malen heel goed gedaan. Ik denk persoonlijk dat de GT3 wagens... goed zijn voor 1 uur sprintkoers, maar 2 uur sprintkoers denk ik dat er vele gaan uitvallen met technische problemen. En dat zou wel eens in ons voordeel kunnen spelen. Chris, laatste vraag. Het is 3-1 voor Koen op dit moment. Telt deze wedstrijd dubbel? Hoeveel is het voor Koen? 3-1. Ah, dat wist ik helemaal niet. Ik wist niet dat er een competitie was. Ach, ik heb gisteren een seconde sneller gekwalificeerd dan hem, dus voor mij is er niet zoveel competitie. Hè. Dankjewel. Dat moet keihard aankomen in het kamp van Koen. Chris dus sneller dan Koen tijdens de kwalificaties. Chris staat op P10 en Koen hier op de 9 op P14. ...25 auto's aan de start en slechts 15 zouden het einde halen. Koen beent Chris al snel bij en dan beginnen de broers aan een mooi onderling duel. Rondelang is de ene de schaduw van de andere. En omgekeerd. De Hans, geloof ik, Tiers, die kwam buitenom in de kanaalbocht. Omdat hij er binnenin, aan de binnenkant ging het rap genoeg... Ik kan moeilijk de mensen voor mij eraf duwen. En die kwam buitenom en ging daarachter. Ik was daarmee aan het vechten. Koen die kwam daardoor langs. Doordat wij tijd verloren met dat gevecht. Even later was Koen aan het vechten met Hans. En dan kwam ik. Ik zette mij langs zij. Dan deed we gewoon de deur dicht aan de 90 graden. En ik was nog een versnelling teruggegaan om rap uit die bocht te komen. Maar ik had mezelf in eerste versnelling geduwd zonder dat ik het wist. Ik ging op het gas. Ik stond helemaal ronddirect natuurlijk. Maar was wel leuk, dat was een leuk begin. Ja. Na dat foutje van Chris komt Koen met een mooie voorsprong binnen voor de eerste verplichte rijderswissel. Patrick Schreus neemt over, maar eerst moeten allerlei kabels goed en correct vastgemaakt worden. En bij dat kabelwerk gaat veel tijd verloren. Mijn kabeltjes, deze mannen, voor uw driver's ID en die zaten in in Patrick's helm. Dus ze zijn zo lang, ik dacht dat de zijne waren, ik had de mijne erin gestoken. Ik doe de deur toe, ik wil weggaan en ik zie dat de mijne aan zijn helm hangen. Dan heb ik zo hard getrokken dat ik ze kapot getrokken heb. Dus ze zijn ons nog komen waarschuwen omdat de driver's ID niet klopte. Dat was omdat die gewoon stuk was. En ik denk dat we daar gewoon 45 seconden... Stoel ik verloren heb. Ik denk misschien twee plaatsen. Ik heb in het begin met Chris een heel toffe paar rondjes gedaan. Achter elkaar, een keer voorbij, een keer voorbij. Uiteindelijk
heeft hij zich nu schakeld in de rea en is daar rondgegaan. Dus ik had een behoorlijke voorsprong op wagen 8 van Raf en Chris toen ik binnenkwam. En met de pitstop zo slecht te doen, zijn we hem helemaal kwijtgespeeld. Stom. Chris komt eraan. Raf van Toor gaat het stuur van de 8 overnemen. En we laten de chrono meelopen om het pitwerk van het team van AD Sport te timen. ...36.28, de pitstop van Koen en Patrick was 35 seconden minder snel. Ook hier geen bandenwissel op de Viper en dat maakt de stint voor Raf bijzonder moeilijk. We hadden gepland om anderhalf uur, of een uur en 40 bijna te rijden met de banden. En dat was dus een ramp. Ik ben buiten gereden met een volle bak en met die banden. En dat was dus totaal geen grip niet meer. Het was net of we op regen aan het rijden waren, dus ik heb serieus moeten werken om dat ding op de baan te houden. En dan hadden we nog een tweede probleem, dat eigenlijk onze sequentiële bak niet meer terugkwam. Dus elke keer als we afschakelden en opschakelden, kwam hij niet terug naar het midden. En dan heel regelmatig in de remzones pakte hij niet. En dan moest je in een ABS remmen en zo. Dus ik was zo blij dat ik die inzag, want ik was kapot. Ik was echt kapot. Hetzelfde verhaal over gebrek aan grip horen we bij Patrick Schreurs. Het is toch wel even werken. Met de oudere banden was eigenlijk misschien de strategie niet 100%, maar met die oudere banden, met die volle tank, was het toch een beetje hard werken. Maar nu verloopt alles toch goed. Dus. Uiteindelijk worden Koen en Patrick zesde en Chris en Raf vijfde. Maar wat krijgt nu de voorkeur? 1 race over 2 uur of 2 koersen over 1 uur? Ik verkies dit formaat. Om te rijden is de spurtkoers leuker. Want daar heb je op elk moment duel. Persoonlijk als piloot kom ik beter tot mijn recht als ik een uur aan een stuk mag gaan. De rest is zo... Je kunt eigenlijk geen nut hebben van een eventuele goede conditie ten opzichte van iemand anders. Of we zijn heel slim geweest met onze banden en op het laatste kwartier hebben we er nog nut van. Terwijl iemand anders misschien al naar de vaantjes gereden. Dat is weg als je maar een uur koerst, vind ik. En bij 2 uur koers kun je daar echt profijt uit halen. Was vandaag ook gelukt, denk ik. We waren het niet dat we zo slecht gestopt zijn. Hier kom je inderdaad een race van 2 uur. Hier kom je na anderhalf uur terug in de wagen. Ik heb de laatste 20 minuten helemaal alleen gereden. En oké, ja. Je moet de koers dan uitrijden. Dat is natuurlijk belangrijk. Maar in de spurtkoersen is er echt heel de tijd duel. Dus dat is eigenlijk leuker.